op visite bij Leo, Leo van der Goot. Mag ik zeggen waar we zijn? Ja, tuurlijk. In Bussum. Ik heb heel erg genoten net onderweg hier naartoe. Ik heb naar jou op de radio geluisterd. Heen? Ja, oké. Okay, ja. Ik typ gewoon Leo van der Goot in iTunes in. En ik vind een aflevering van jouw programma bij 40 Up Radio. Ik denk dat ik misschien hier en daar geflitst ben, want... Mijn god, wat een power en energie zat daarin. Je hebt het nog steeds. Dankjewel, ja. Dankjewel. Ja. Ik dacht echt, die man laat ons met z'n allen nog even een poepie ruiken. Nou, het is veel erger dan dat. Ik kan niks anders. Nou, hoewel zo nu en dan hoor ik mijzelf diep gaan in mijn stem. En dan denk ik, god, die is ook best mooi. Dat zegt mijn vrouw dan ook altijd. Maar dan denk ik, ja, dan komt er weer een leuke plaat. En dan moet het weer wat harder. Ja. Ik kan niet anders. Maar ook jokken zoals mij het jokken geleerd is. Gewoon bam van het ene in het intro van het andere sfeertje neerzetten. Themaatje. Je had geloof ik live als thema. Ja, ja, ja. En dan ging je liedjes draaien met live erin. Klopt het nou dat je op de achtergrond ook mee hoorde zingen? Zo nu en dan kan dat gebeuren. Dan schuif ik het schuifje ietsje open. Maar dat is dan vlak voordat de plaat afloopt. Of in de loop van de plaat. En dan ben ik... Ik woon hier heel fijn. Het is hier heel erg geïsoleerd en zo. Maar de benedenbuurvrouw, die schat van de mensen is. Maar die vroeg mij een keer toen ik hier heel s'avonds heel laat zat op te nemen. Of ik dan alsjeblieft niet mee wilde zingen. Oh ja? Want dan was het raam hier open stond, hoorden ze dat. Ze zei, ik vind je heel leuk. En het is allemaal prima. Maar niet zingen. Okay. Dus en mijn lief wilde dat ook liever niet. Nou, maar goed, ja, dat kan. Dat kun je horen. Want en dat kijk, wordt hier opgenomen? Het wordt hier opgenomen, ja. Hier neem ik alles op. Dus ik heb hier geen nou, en ik heb hier een paar terabyte muziek staan. En dan komt het verder wel goed. Ja. En hoe lang doe je dat al voor 40 Up? Nou, ik heb heel lang voor Kicks al gedraaid. Daarvoor. Dus ik denk, dit spul een jaar of 3-4 geleden heb gekocht. En toen heb ik gewoon een studio gebouwd hier. En ben begonnen. Het is het bloed waar het kruipt waar het nou helemaal niet gaan kan. Natuurlijk, ja, ik ben een televisieman, bladibladibla. Maar in mijn hart, ik leef op als ik hier plaatjes zit te verzamelen. Ja, en als ik mag draaien, ik moet zeggen. meteen als ik... ik vind het soms verrekte lastig dat je niks hebt om je aan vast te grijpen als ik dit hier zit te doen. Want wat je als jock heel fijn hebt als je live zit... Je hebt het moment, je hebt het weer, je kunt bellers hebben, je kunt... Ivo Boudewijn zet nu op Facebook, en daar word ik helemaal gek van, allemaal Z100 stukjes en zo. Ja, ik heb ze ook gezien. KDWB en meer van dat soort dingen, waar ik dan helemaal... Behalve dat het helemaal niet geautomatiseerd is, maar dan word ik... En ik denk dat de radiofreaks met mij dat kunnen delen. Ik word daar helemaal opgewonden van... aan de rand van geilheid, als je begrijpt. Ja, ja, ja. Meer de Duitse versie dan de Nederlandse versie van geilheid. En dat doet dit met je. Mm-hmm. En het heeft nog nooit iets anders met me gedaan. Nou. Als ik een studio binnenkwam, ooit... je moet me onderbreken als je vraag wil stellen. Ja, ja. ooit was ik... In 1978 maakte ik voor Veronica als producer toen... de Omroep Veronica maakte ik een programma over... Radio en televisie in de wereld. Dat vond Rob heel belangrijk, de oud heel belangrijk dat we dat deden. Gezegend zij zijn naam overigens, hoor, ja. Deze gek. Maar goed. En toen was ik ergens in Italië, bovenop een berg. En toen waren net die zenders vrijgekomen in Italië. Weet je wel, was op elke straathoek stak iemand een FM-zendertje in de lucht. En ik zit daarboven en ik moet er nog ergens een foto van hebben. Radio Subasio. Ergens in de buurt van Florence of zo. Nou, in ieder geval... En toen zei de regisseur die bij me was, Paul Boots, die zei tegen me... Jij moet hier even draaien, want daar begonnen ze te praten als ze begonnen te zingen. Ah. Ze hadden het niet helemaal goed gelezen, het boekje. Eigen stijl. En toen heb ik daar gedraaid in het Engels. En er stonden daar een stuk of 5-6 mensen, die stonden dus echt zo naar mij te kijken. What the fuck is dit? Weet je wel, welke idioot. Want platen starten en zo, ja, dat hadden ze nog nooit begrepen. Maar... En dat komt als ik een studio binnenkom, een radiostudio binnenkom. Televisie wat minder, maar radiostudio binnenkom. Ja, dan krijg ik jeuk. Maar is dat dan niet gek dat jij nu niet gewoon op landelijke radio ergens te horen bent? Nee, want ik ben een oude man. Nou, en? Zo klink je niet als ik die podcast hoor. Nee, maar dat kan, dat kan weer niet op 5. Nee, daarbij is het zo, daar ben ik te lui voor. En, je zou het niet meer willen? Niet altijd en dagelijks. In een weekendje zo? Nee, want dan moet ik in het weekend... Andere leuke dingen. Leuke dingen met mijn leven. Nee, ik bedoel, ik heb geen weekends. Ik ben gepensioneerd. Dus ik bedoel, ik heb geen weekends. Ik heb altijd vrij en nooit. Ja. Vrij dus. Maar we komen meteen op iets interessants. Dat gelul over iemand zou te oud zijn. Bijvoorbeeld nu Radio 2, ochtendshow.
Van Inkel zit op Radio 5. Dan denk ik, nou, dan is het een simpel rekensommetje. Van Inkel naar Radio 2. Ja, dat is gewoon een vakman. Ik begrijp heel weinig van die rekensommen. Ik geloof helemaal niet in verjonging. Ik geloof wel. Ik begrijp dat jonge mensen het wat moeilijker hebben met radio of op een andere manier gebruiken. Maar ik ben er strikt van overtuigd. En je ziet daar de bewijzen ook van dat zelfs, juist als je wat ouder bent, en dat bedoel ik niet mijn wat ouder, maar meer het wat ouder van bijvoorbeeld Jelte en Frank Dane, die spreken heel erg de jonge kids aan, omdat zij zich kunnen verplaatsen daarin. De trends. En die begrijpen de trends, die begrijpen de toon, die begrijpen hoe er wordt gepraat, maar die hebben tegelijkertijd de levenservaring om dat om te zetten in radio. Ja. En daar zit hem de truc. Ik ben er echt volstrekt van overtuigd dat daar de truc zit. En dus, leeftijd speelt. Kom op, ik ben 68, maar ik voel me natuurlijk iets in de buurt van 38. Mm-hmm. Dat doen we allemaal. Er is niemand die zegt van, nou, ik voel me ook 68. Op dat moment overigens zou ik je een pil van Brion aanraden. Maar dus leeftijd doet er niet toe. Mm. Ik heb heel erg bij televisie heel erg te maken gehad met verjonging. En ik heb me daar altijd scherp tegen verzet. Het is niet verjonging. Je kunt een zender, ja, we gaan een zender verjongen, dus we flikkeren alles wat oud is eraf. Dat is onzin. Dat is volstrekt onzin. Alleen het gaat om de mindset. En dus de mindset, en dus als je naar mij refereert dat ik met heel veel energie radio maak, ja, dan is dat een mindset die past bij een doelgroep waarschijnlijk. Nou, die dat zou leuk zijn. Ja. Ja, nou, in 40Up, wat ik een heel leuk station vind, is natuurlijk, ik ben daar echt een vreemde eend in de bijt. Ik ben het zwarte schaap, doe al die vergelijkingen maar. Waarom? Want ik, nou, omdat ik spreek intro's in. Ja, ik vertel geen Wikipedia dingen. Zo nu, dan moet ik er naar refereren. Omdat ik geen notie heb wie is en waarom. Omdat ik vaak alleen maar de plaat lekker vind. Mm-hmm. Je zingt mee? Ik zing mee. Dat is al helemaal ondenkbaar. En de andere jocks, en daar zitten er een paar bij die ik geweldig vind. Een Smeets vind ik zo fantastisch goed. Jan Donkers. Die draait muziek, jongen. Dat is zo fucking lekker altijd. Die is ook sterk aan de country. En ik ben erg van de country rock aan het worden. Of geworden inmiddels. Maar er zitten ook van de presentatoren. Hm. En ik ben geen presentator. Nee, ik ben een discjockey. Ik ben een discjockey. Ja, maar dat is juist leuk. En daar zijn er niet meer zoveel van. Nee, zoals Herman Stok ooit zei in de eerste vergadering waar ik bij de VARA. Waar ik zat in 1974. Eind 1974 toen de zeezenders uit de lucht waren. Hij kwam de kamer binnen waar wij zaten te vergaderen, keek naar mij, keek naar Aad Bos en zei, wat doet die discjockey hier? En dat heb ik altijd als een groot compliment gezien. Ja. Ja. Ik had over discjockey gesproken, diezelfde Van Inkel vanmiddag nog aan de telefoon. Ja. En jij blijkt voor hem de wegen vrijgemaakt te hebben. Hij legde me uit dat jij dingen op de radio deed die not done waren in die tijd. Hij vertelde me een anekdote dat je ooit een keer moe was van de hele week tv. Dus heb je maar gewoon een kant van een LP van Dire Straits gedraaid. Met gewoon de pauzes ertussen. Je hoorde gewoon de groeven zo rond. Je zei ook niks. Hij zei, maar daardoor kon ik zo vrij zijn in Curry en Van Inkel. Heb je dat gerealiseerd? Stenders heeft nog ergens een bandje van, want die is er ook zo erg in. Die heeft nog ergens een bandje van me waarin ik de tipparade presenteer. Maar al 20 minuten voor tijd klaar ben omdat ik er zelf een klotenplaat in vind staan die ik weiger te draaien. Ja, hoor eens, sorry. Dat gebeurde gewoon. Ja, je hebt daar toch voor heel veel mensen gezegd, oh, dat mag dus ook. Dus dan ga ik ook verder dan ik van plan was. Ik wil daar de credits heel graag voor nemen. Want zoveel ego heb je wel als discjockey. Mm-hmm. Maar ik moet ze ook delen. Met Lex Harding. Lex liet mij gaan. Die schold me verrot zo nu en dan. Maar die dacht, laat me gaan. A, begreep hij, krijg het toch niet goed. Ja. B, blijkbaar vond hij het zelf ook niet zo lelijk. Dus ik ging maar gewoon mijn gang. En als je mij op de radio zet, dat is wel de consequentie. Ik doe dat gewoon. En ik zou ontzettend graag interactie met luisteraars willen. Als de luisteraars dat aankunnen. Het is dus niet zozeer mijn probleem als de luisteraars probleem. Nee, maar dat zou ik wel enorm leuk vinden. Ik zit er ook over te denken of ik hier phone in. Ik kan het allemaal wel technisch verwerken. Maar goed. Maar in ieder geval. Maar ik ben bijvoorbeeld heel ongeschikt. Dat is heel grappig. Waar Curry natuurlijk fantastisch was in duo-presentatie. Ja. Ja, dat was. Ik weet wel dat ik bewust in de auto ging zitten
op vrijdagavond om 7 uur om de opening van Met het weekend voor de deur, om die te horen. Omdat die altijd het soort radio was waarvan ik dacht, kijk, zo hoort radio te klinken. Maar jij deed en hij kon duo-presentatie. Ja, ik deed het daarvoor. Daarvoor zat je op vrijdagavond. En daarvoor zaten ook Bart en de Zwart, wat ook natuurlijk wanstaltig goed was. Mm-hmm. Echt geweldige radio. Dus jij zat tussen Bart en de Zwart? Nee. Dit is het verhaal. In 1983 kreeg Veronica weer meer zendtijd. Want daar kreeg steeds meer zendtijd. Ja. En toen kregen we de vrijdagavond. En de vrijdagavond draaide Murders de rock'n'roll methode van 7 tot 9. Maar wij kregen die uren, we kregen die hele avond. En toen zei Harding tegen mij, want zo ging het bij Veronica. Oh ja, dat even doen joh. Ongeveer op, niet van, ja, kun je even bij me in de kamer komen? Ja, we moeten even met je op, dat en dat. Zou je misschien die uren willen doen? Nee, werd gewoon gezegd, jij gaat dat doen. Ik ben ooit een televisieprogramma gaan presenteren, Op jacht naar de schat in een helikopter, met een raar pak aan. Uit mijn jeugd, je kan ja, het is ja. Toen jij nog jong was en ik. Nee, jaren 80. Ja, 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 80 zelfs. Ja. En dat ging letterlijk als volgt. Ik stond ergens op een locatie een heel serieus drama te assistent regisseren. De telefoon gaat, die had geen mobiele telefoon, dus ik word naar de telefoon geroepen. Met Rob, zeg ik, heb die de Vries ontslagen? Je moet aanstaande zondag in Bergen, Noorwegen zijn. Want jij doet nu Op jacht in de schat. Is het leuk daar? Nou, doei. Letterlijk. Mm. En ik stond die zondag niet op de verjaardag van Wietse, mijn jongste zoon, maar in een helikopter. Ja, zo ging dat. Dus en Harding liet dat. Ja, die liet dat gebeuren. En ik, zo wilde ik radio maken. Met zo bedoel je dat vrijheid? Wat ik dus nu, ja, die vrijheid. En eerlijkheid ook. Ja, ik kan ook niet anders. Ik kan niet anders. Je was heel eerlijk tegen je luisteraars. Je zegt gewoon dat je kloten voelt of moe. Of je gaat het niet over zitten compenseren. Nee. Nou, hoogstens toe ietsje harder te praten. Ja, nog ietsje. Ik schreeuwde ook nooit, zei ik altijd. Ik praat gewoon hard. Ja. Maar nee. Ik geloof niet in die pretentie. Ik geloof namelijk dat je door die pretentie, dat je daardoor van door de mand valt. Heel veel slechte jocks, dat hoor je onmiddellijk, want die gaan zitten proberen jock te zijn. En dan werkt het niet. Hm. Als je probeert discjockey te zijn, dan kun je het niet zijn. Nee. Het is een, ik denk een genetische afwijking of iets dergelijks. Als je een goede jock, en we hebben in Nederland toch goede presenterende jocks, hele goede. En Van Inkel is er een van. Ik vind Stenders fucking geweldig. Ik vind soms Van Zomeren fantastisch. Er is geen discussie mogelijk voor mij over Evers. Dat vind ik briljant. Dat is echt briljante radio. Dat is. Wat maakt dat zo goed? Ik weet het niet. Daar zit ook bescheidenheid in. Hmm. En terwijl hij dus die twee sidekicks, drie sidekicks heeft, die hem dus steeds de andere kant op duwen, blijft hij dat midden vasthouden. Ja. Ik vind dat zo knap. En tegelijkertijd, hij kan goed timen, hij heeft een heel mooi timbre. Het is allemaal gewoon zo kun je er nog een hele rij noemen. Hè. Gijs is heel erg goed. Ik vind op 3FM zijn de discjockeys te veel geleid door muziek, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee? Je kunt, nou, kijk. Ja, maar dit is een hele leuke, want het is altijd weer hetzelfde issue waar ik nog wel het bonje over heb gehad. Vooral met pluggers. Maar het gaat toch over muziek? Nee, het gaat over de combinatie van muziek en jouw emotie. Over de combinatie van de muziek en de emotie van de luisteraar. En de connectie die je daardoor veroorzaakt. Kijk naar het waanzinnige succes van Bonanza van Stenders. Wat een krankjorum succes is, waarin je het karakter van Stenders, en onderschat Caroline daarin niet, en de muziek die de mensen willen horen samenbrengt. Ik geloof daar heilig in. We hebben altijd gezegd, ja, muziek is heilig. Nee, muziek is niet. Voor mij is muziek een tool. Dat is wat, dat godverdomme is cultuur. Nee, gelul. Natuurlijk is het dat wel. Ja. Maar ik begon in 1966 plaatjes te draaien, jockey van 16, 17. Die muziek. In de discotheek of meteen op de radio? Nee, in het parochiehuis.
Oh, die, als je die wil hebben. Ik moet dadelijk ook nog terugkomen op duo-presentatie. Ja. Dat ik dat niet kan omdat mijn ego dan in de weg zit. Hebben we dat ook weer gehad. En dat ooit iemand tegen me zei. Ja, maar je moet een ander iets gunnen. Dan zei ik, een ander iets gunnen op de radio. Ben je gek geworden? Ik bedoel, dit was in de, dit is humor. Hè? Ja. Om te lachen. Ja, ook. Eventueel wel. En ik begon plaatjes te draaien in het parochiehuis op de Admiraal de Ruiterweg in Amsterdam. Want daar kom ik vandaan. En ik weet dat ik had één Garrett pick-up, maar niet degene, niet de 401, maar gewoon een pick-up. En ik had een batterij aangedreven pick-up. Dus ik had wel al twee pick-ups en dan had ik twee oude radio's aan hangen. En de ene pick-up bediende de ene radio en de andere pick-up de andere, want een mengpaneel had ik niet. En het leukste was dat die batterij aangedreven pick-up aan het eind van de avond natuurlijk steeds langzamer. En het mooie daarvan was dat die... en ik had geen geld om weer vier van die grote dikke batterijen te kopen. Dat had ik gewoon niet klaar. Dus aan het eind van de avond. Dus zo probeerde ik... En toen praat hij ook tussendoor? Nou, wel. Maar soms had ik geen derde radio. Want dat moest dan met een derde radio natuurlijk. Ja. Dat begrijp je al. En de microfoons. Maar dat deed ik dan wel. Ja, dat probeerde ik wel. En toen... Een vriendin van me die zei tegen me: je moet eens. Ze zoeken mensen voor Radio Lucas. Dat was bij het Lucas Ziekenhuis in Amsterdam. Dat moet jij gaan doen. Ik zei: oh ja, dat is niks voor mij. En Jezus, dat is radio. Dat kan ik toch niet. Lul niet, je kunt het wel. Nou, oké, dus ik solliciteer daar. Ik solliciteer daar. En ik kom daar mensen tegen: Hans Hogedoorn, Ferry de Groot, Nico Steenbergen. Die zaten daar allemaal bij die. Dus ik moet daar achter de tafel gaan zitten. Ik zie me nog in een Sennheiser 421. En aan de andere kant van de ruit zat de Groot. En ik moest plaatjes presenteren. En dat deed ik. En dus na drie plaatjes zei hij: ja, kom er maar uit. Is goed. En ik ben daar programma's gaan maken. En toen was je hoe oud? 19. Ja. En dan was het, ik zat s'avonds op school. Want ik was al 14 toen ik ging werken. En ik zat s'avonds op het ateneum. En dan was ik dus overdag werken, uitzendbureau. En dan s'avonds van 6:30 tot 10:30 naar school. En dan reed ik met een bloedgang met mijn broert naar het Lucas. En dan gingen we daar plaatjes draaien. En dan gingen we daar oefenen in starten en oefenen in monteren. Snijden op een Revox. Ja. Van een van mijn eerste salarissen van Radio Noordzee heb ik een Revox gekocht. En die is er nog steeds. Want wanneer kwam Noordzee? Een paar jaar daarna? 71. Vier jaar daarna? Begin 71. Heb je gesolliciteerd of vroeger zie je? Nee, wij gingen al. Dus de Groot, Steenberg, Hogedoorn. Die gingen heel vaak naar, of naar, toen Hilversum 3 toe. Dan daar gaan staan kijken naar de discjockey. Of naar Veronica, hè, dus naar het Lapersveld. Ja. Of sorry, de Lapershoek, hè, dus de En die gingen, ja, en toen kwam Noordzee. En toen gingen ze daar ook op de Frans Halslaan in Hilversum. Gingen ze daar ook langs. En ik ging ook wel mee vaak. En toen op een dag heeft Hogedoorn tegen... en Hans, vergeef me als ik het niet helemaal goed vertel. Maar die heeft tegen Willem van Kooten gezegd: moet jij geen nieuws? En toen heeft Willem gezegd: oh ja, nee, ja, goh, tuurlijk, joh. Nou ja, ga jij maar naar boord. Eventjes simpel. En toen zat Hans een paar weken aan boord. Toen kwam er nog een andere, ik geloof Joost Verhoeven. Maar ja, er bleken meer mensen nodig te zijn. Want Hans kwam nooit meer aan de wal. Ja. En die werd daar toch op een bepaald moment dan een beetje klaar. Dus die vroeg Steenbergen, maar die moest onder dienst. In die tijd had je nog dienstplicht. En toen zei hij, nou dan moet die Groot maar. Dit gebeurde in de achtergrond. En toen belde ik, zat bij Radio Lucas, de telefoon gaat, Ferry. Kun je van je baan af? Ja joh, ik werk bij een uitzendbureau, maakt mij dat uit. Kun je van school? Ja, tuurlijk. Wil je naar die boot? Welke boot? Ja, wil niet. Wil je naar die boot? Ik wist niet wat ik moest zeggen, denk ik. Moet je morgenmiddag om 2:00 moet je op de Frans Halslaan zijn bij Noordzee. Je moet je realiseren dat ik was straatarm, ik woonde op kamers. Ik had één spijkerpak. Dat ging wel eens in de was, maar hoe ik dan mij kleedde is niet helemaal helder. Ik at alleen maar patat en biefstuk, want dat was het makkelijkste klaar te maken in het keukentje van mijn hospita. Die eigenlijk liever niet had wat ik at.
Dus ik had ook geen geld om naar Hilversum te gaan. Dus ik ben liftend naar Hilversum gegaan. Hele end lopen. Ik denk dat ik bij Lagen ergens afgezet ben. Helemaal lopen naar de Frans Halslaan. En nou, daar kwam ik aan. En daar zaten een... Je moet je mij voorstellen met zo'n bos haar. Je moet even een voorstellingsvermogen, ja, ja. Kijkertjes. Zo'n bos haar, een enorme baard. En dus dat vuile spijkerpak. En er zaten van die, in de discotheek zaten van die spiffy meisjes. Die bij radiostations werken. Slank en strak. En nog wat andere eigenschappen. En die gaven mij wat artikelen uit de krant. Ze zeiden, ja, daar moet je berichten van maken. En dan moet je ze voorlezen. Want je begon als nieuwslezer, hè? Ja, dus ik tik die berichten uit. Ik kon gelukkig met 10 vingers tikken. Loop naar boven. Daar studio van Ferry Maat. Of in ieder geval daar Ferry draaide. Klein hockey. Lees daar die berichten voor. Bandje wordt teruggespoeld. Deur gaat open. Ferry Maat. Berk was er toen nog niet. En Jan van Veen en John de Mol senior. Die komen binnen. Die luisteren. Jan van Veen zegt, neem maar aan. Draait zich om, loopt weg. John zegt, kom even mee. En vanaf dat moment verdiende ik 1000 gulden per maand. Wauw. Bruto. Okay. Dat was een godsvermogen. Ja. Dat was een godsvermogen. En wanneer mocht je voor de eerste plaatjes gaan aan en afkomen daar? Het was heel kort nadat ik naar boord was gegaan. Dat was een paar weken later. Niet eens. Misschien een week later ging ik naar boord. Er is een foto van overigens tot mijn verbijstering. Toevallig op dat moment werd er een foto gemaakt. Die staat in het Noordzeeboek. En toen ging Van Veen op vakantie een paar weken later. En toen zei Willem, die zei, gaan jullie moeten hem vervangen. Dus toen ging ik plaatjes draaien. Ja, joh, ik had een piepstemmetje en een zwaar Amsterdamse accent. En ik was natuurlijk, ik stierf. En Jan van Veen zat van 10 tot 12 ochtends. En ik kom aan de wal, dat weet ik. En ik loop in de Franse Halslaan binnen. En Willem staat, en Willem van Grooten was natuurlijk, dat was natuurlijk God. En Willem staat boven aan de trap. Die zegt, jij bent die Leo van de Groot, hè? Ja, meneer Verkoot. Als je nog een kutprogramma maakt, ben je ontslagen. Echt? Dit was de coaching, dames en heren, die ik heb gehad om dit vak beter te begrijpen. Ja, ja. En het was meer dan voldoende. En niet lang daarna gingen wij Briemaster maken. Dat is niet zo ver lang. Maar toen claimden ze steeds meer een Nederlandse radio op Noordzee. En toen pakten we 4-6 middags. En we daar, bedoel je? We was Nieuwe Steenberg, Hans Hoogdoorn en ik. Ja. Ja, met z'n drieën. Dat was Driemaster. Die naam is bedacht door Hans. Omdat er drie presentatoren... Yes. Iedere dag... En het schip was ook een Driemaster. Er stonden 2 masten en de zendmast. En hoe was dat verdeeld dan? Jij zat maandag... Nou, wie er aan boord was. Nee. Je was, als je aan boord was, in het begin 2 weken op, 1 week af. Als je aan boord kwam, kreeg je een slof sigaretten en een flesje never. Of iets anders van sterke drank wat je graag lustte. En dan moest je het dan weer zien te redden tot het op was. En... dan was de verdeling gewoon van, nou, week 1 deed je nieuws en week 2 deed je het programma, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En later, weet ik niet precies hoe we dat deden toen we week op week af waren, maar dat ging ook goed. En dus dat maakten we met z'n drieën dat programma. Heb jij die aanslag ook nog meegemaakt? Nee, dat is net voor mij geweest. Ik weet wel dat die spijkerpakken waar ik het net over had heel vuil werden. Omdat toen ik aan boord kwam was het schip ook nog heel vuil. Toen waren ze net bezig met een nieuwe opbouw erop te zetten. Ja. Hans was aan boord. Hans heeft dat allemaal meegemaakt. Heb je nooit de overstap naar Veronica kunnen maken, nog in de zeezendertijd? Ja, dat hadden ze wel gewild. Wilde jij niet? Nee, onder geen voorwaarde. Waarom niet? Nou, om de simpele reden dat wat Veronica mij toen bood, was behalve geld. Ik ging van 1300 naar 1800 gulden of zo. Veel geld. En 4 drive-in shows per maand, minimaal. Dat deed je erbij, drive-in shows, want dan verdien je, dan verdien je wat. Maar geen gegarandeerd programma. En ik zei... Ik wil het wel doen, maar ik wil gegarandeerd een programma hebben. En ik wilde het eigenlijk niet doen, omdat ik loyaal was aan Noordzee, wat gewoon die goed voor me waren en wat gewoon een fijne plek was om te werken. Het was echt leuk, het was echt lachen. Het was ook soms wel een zootje, maar het was over het algemeen vreselijk gezellig. En wie was jouw baas in die tijd dan? John de Mol senior. Oh ja. Dat was de baas van Noordzee. En... Tony Berk was programmaleider. Wat, hoezo? Toon niks ten aangesproken. Nee. Niets, want het is een... Ik vond het... Het was een uitstekende collega. Mm-hmm. Echt een uitstekende... Ja, programmaleider. Er moest iemand op een bepaald moment zeggen... dat na het eerste plaatje het tweede plaatje moest komen. Ja. Nou, dat vond ik wel een goede discussie. Dus dat, hij deed dat dan en hij verzorgde de...
met commercie en al, daar was niet zo vreselijk veel commercie, maar hij regelde dat. Dus hij was het programma, dus hij was de baas, maar hij speelde nooit, never niet de baas. Wat overigens, als hij het wel had geprobeerd af te raden was geweest, want je kon dat zootje niet leiden. Nee. Dat was zo'n stelletje losgeslagen idioten. Ik bedoel, Ferry Maat, ja. Ik sta Aruba, Ferry, naar Aruba verhuisd. En Ferry Maat, die was dan heel ordelijk, dat dan wel. Maar dan had je Pieter de Maven, een technicus. Nou, die was echt een van mijn beste vrienden daar. Die was zo prettig gestoord. Peter Holland, prettig, zeer prettig gestoord. Berk zelf. Mm-hmm. En dan kwam elke week André van Duin met Ferry de Groot, over gestoord gesproken, kwamen een programma maken, waardoor de hele studio ongeveer op zijn kop lag. Ja. Ferry de Groot, die had een plugplaat, die moesten we dan draaien. Mm-hmm. Daar kregen we er altijd een doosje van, dus er zaten er 20 in of zo. En dan gingen er een paar naar boord en zo. Dus Ferry de Groot, die had de platentester bedacht. Omdat het namelijk over het algemeen kutplaten waren. En dus die plakte dan met plakband aan de deur van de discotheek. Van de discotheek in de zin van, daar stonden de platen. Hingen hier die platen allemaal op, die grammofoonplaten. En deed die deur heel erg hard dicht. Ja, dan kon je ze moeilijk weer draaien. Ja, heb je nog een doosje voor ons? Want ze zijn weer naar de klant. Je hebt er ook eens een plaatje gemaakt. Ja, Papi Wat Is Een Popster. Ja, fantastisch. Maar dat was ik niet, hè? Top 40 gehaald? Dat is, ben je belazen. Was je 87 platen van verkocht. Wouter Larings Ter Zekering, heette ik. Geweldig. 400 gulden. Ik heb nog ergens het contract gevonden kort geleden. Okay. Door de verhuizing. Geen hit geworden. Nee. Kun je niet zeggen? Nee. Toch noem je iets interessants. Ik krijg ook vaak het verwijt dat ik een soort ongeleid projectiel ben. Maar jij zegt nou net, die discjockeys daar waren allemaal eigenheimers. Ja. Is dat wat je misschien nu een beetje mist op de radio? Dat die eigenheid bij jocks, dat ze nog van alles durven? Of kan dat niet meer in deze tijd? Ik denk, kijk, het hele punt is natuurlijk dat behalve dat je niet meer zelf je platen uitzoekt, wat natuurlijk wel een factor is, is de discjockey ook, en het, ik zeg dat niet in negatieve zin, veranderd naar een cabaretier is het verkeerde woord, maar het is wel een entertainer. Een entertainer. Ja. Dat is goed, daar is niks op tegen. Dus dat is een ander. En de commerciële druk is zo hoog, zeker bij zo'n groep als Talpa, maar ik bedoel, dat is bij, de commerciële druk is zo hoog dat je je niks kunt veroorloven. Als je cijfers wegzakken, heb je gewoon een groot probleem. Ik bedoel, we hebben gezien hoe het bij Veronica, hoe dat mij steeds misging. Maar dan zie je dus een aantal, daar zie je ook een aantal vergissingen in het systeem sluipen. Dus ten eerste worden de discjockeys platgedrukt. Vooral niks van jezelf doen, of zo min mogelijk. Dus zo min mogelijk schuren. Mm-hmm. En ook een zo klein mogelijke playlist, zodat er niks schuurt. Zodat er, wat had Veronica, 350 platen? Veel meer zal het niet zijn geweest. En iedereen die zegt, nee, het waren de 500, die jokt gewoon. En je zag in het begin van Q, toen Q begon, hadden ze er, ik geloof, meen ik 1800 of 2000. Kijk, dat maakte onmiddellijk een verschil. De toon van die zender veranderde. Maar dat is eng. Dat is oncontroleerbaar. En wat men graag wil, en dat begrijp ik omdat er natuurlijk honderden miljoenen in omgaan. Men wil dat je daar controle over hebt. Je wil het in de hand hebben. Je wil dus niet een discjockey die controverse veroorzaakt. Het voorbeeld van het echt krankzinnige, wat mij betreft, krankzinnige voorbeeld van Maan en Frank Dane en Jelte. Wat een enorme storm veroorzaakt, omdat Tim Knol was dat, mm-hmm, plotseling meent daar iets over te moeten zeggen. Ja, ja. En terwijl Maan elke keer als ze daar kwam, en daar heel vaak kwam, en elke keer gebeurde het, was kwam er een drumband binnen. Ja. Dus, en nu, en daar was ze verschrikkelijk van geschrokken, wat begrijpelijk is. Maar het meisje zelf had er eigenlijk geen problemen mee. Nee. Maar omdat, dus dan zie je van, ach Jezus Christus, dat is echt een groot probleem. En dat kan dus niet meer. En dat vind ik wel een verlies. Ja. Maar tegelijkertijd, wat ik zei, Ivo Boudewijn, die post dus nu allemaal van die waanzinnig mooie C100 KDWB dingetjes. En ik heb me altijd opgetrokken aan de bootleg album. Daar kom ik zo op. En daar zie je dat die jocks ook tamelijk vastzitten in het format. Die moeten dat doen. Mm-hmm. En door in hun expressie naar de luisteraar, het contact dat ze met de luisteraar maken, en kleine grapjes die erin sluipen, zit nog karakter. Ja. Ik geloof dat er nu ook al uitgesleten is. Je zag bij die
bij die New Yorkse lightsenders. Hè, die, daar zag je dat het echt alleen nog maar een plaatje titeltijd werd. Wat was dat ook weer? Time Temp. Hè, veel meer mocht die zijn. En het stationsnaam. En ja, ik vind dat opvallend dat jij dat zegt. Want volgens Van Inkel, die ik dus vanmiddag over jou sprak, zei dat jij heel erg van de formats was. Ja, grappig hè? Jij bent dus wel een format man. Ik ben een format man, maar grappig genoeg mag ik dat ook weer anekdotisch doen, want zo'n avond is het toch. We hadden ooit Radio Europa, heette dat geloof ik, uit de RAI. Bij de Virato had je toen nog. Dan ging je staan vergapen aan cd-spelers. Waar we onze tijd mee verdeden. En kleurentelevisies. Wow. Ja, dat was heel bijzonder, met afstandsbediening. En dan hadden we dus daar een studio en dat draaide. En dan hadden we bedacht dat daar een format voor moest zijn. Dat moest, want het moest easy listening, het moest light zijn. Hadden we echt bob, moest niet rock and roll krijgen. Dus ik was degene die dat format heeft uitgeschreven, die daar ook de klok voor gemaakt heeft. En die ook platenselecties deed, enigszins. Maar ja, toen kwam typically mail van Tina Turner uit. En dat vond ik zo'n fijne plaat. Die moest er toch even die moest ik toch draaien. Dan ga je. En dan ga je weer. Ja. En toen kwam er een oekase van Lex. Dat had hij echt nooit moeten doen. Dat je Bruce Hornsby, The Way It Is, niet moest inspreken. Alleen ja, als je dan die oekase gaat voorlezen in dat intro. En gelukkig net op zijn vriendelijke groet Lex Harding. En dan begint hij te zingen. Ja, dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Maar op het memo verscheen Van de Groot weet wel hoe het moet. Maar hij doet het niet. Ja, ja, ik ben van het format. Waarom? Dreamaster, wat een misschien wel een van de... ik durf dat te zeggen, omdat ik niet de ontwerper ervan was. Man, dat Hans Hoogendoorn daar echt instrumenteel is in geweest. Was een buitengewoon populair programma op Radio Noordzee. Okay. En dat had een klok. Hij had gewoon een strakke klok. Ja. Wat was die klok dan? Nou ja, de ouderwetse klok. Dat zat er ook als een dus dat was echt beginnen met een Notown Classic. Ja. Daarna een hit, daarna een dat, daarna een dat. Daarna twee dezelfde achter elkaar. Daarna een doorstart als het even kan. Daar de commercials. Dat was het format. Zodat je daar, zodat je houvast had. Bart Verleeuwen en Erik de Zwart en ik draaiden op de zolder bij Bart. Achter de vaartweg daar hadden ze. Daar draaiden we elke, ik geloof maandag of dinsdagavond, gingen we daar zitten. Bart had een echte studio. En daar maakten wij een programma voor de militairen in Duitsland. Dat heette Radio Je Beste Vriend. En dat was ook de naam van de zender. Dus de slogan was de naam van de zender. Briljant. Ja, dat is mooi. En daar experimenteerden wij met rotatie. Dus hoe close kun je rotatie maken? Wanneer wordt het erg? Ja. Het bleek bij 8 platen heel erg te worden. En dan was ik dus echt uren bezig in de voorbereiding, terwijl we pizza zaten te eten. Ja. Probeerde ik te kijken, hoe ver kun je daarin nou gaan? Hmm. Alleen daarin, binnen dat stuk format, zat dan weer een vrijheid om te spelen en de plaat te kiezen. Dus je had een klok, die klok daar, die volgde je. En je had per item in die klok had je 5, 6, 7 keuzes. Alleen dat is natuurlijk heel moeilijk om dat goed te doen. Kijk, en dan hou je nog vrijheid van keuze als jock. Dat is nu voorbij. Zouden we daar terug naar moeten? Ik denk dat het... Je ziet het aan Bonanza, aan de platenbonanza, daar zie je het aan. Ja, maar Rob heeft ook het verstand ervan. Heeft iedereen dat verstand? Dat nee, want... Radioverstand? Nee, nou, het is niet alleen radioverstand, het is ook muziekverstand. Ja, precies. Ik geloof dat dat heel veel jongeren, maar dat, ik ben er niet van, maar dat die het moeilijk hebben met oude muziek te vinden, met de weg te vinden daarin. Het is wel, ja, of je er terug naar, ik geloof nooit in terug. Zo gek. Volgens mij kun je nooit terug. Nee. Je kunt alleen maar vooruit. Ja. Zo heb ik mijn hele leven geleefd en zo zal ik blijven doen. Dus, maar ik denk wel dat je ervan kunt leren. Ja. En dat je ziet dat de afwijkers daarin toch wel, maar dan moet je dus ook het talent hebben om niet alleen de plaat te kiezen, maar ook je karakter daarin te kiezen. En als je alleen maar twee plaatjes aan elkaar kunt verbinden, that's it. Maar je hebt, als je geen gekte in je hoofd hebt, als ik het zo mag noemen, waardoor je
de teksten uit kunt slaan die jij en ik en anderen die wij misschien bewonderen uitslaan. Of die een Van Inkel uit zijn klep krijgt. Of die een Gerard de diepe emotie bij de muziek of de diepe emotie bij je eigen gekte. Ja, als je die weghoudt, als je daar bang voor bent, dan wordt het ook nooit wat. Dan kan het ook niks worden. Het format wat jij ooit bedacht hebt voor Veronica was zelfs op de Volle Vrijdag nog een soort van te horen. Nadat jij daar eigenlijk geen radio meer deed. Nee, maar er was altijd wel iets van een klok erin te houden. Dat was wel de bedoeling ook. Omdat je anders helemaal geen houvast meer had. Kijk, mijn houvast was natuurlijk, en dat is ook weer anekdotisch. Dat zijn erg anekdotisch verhaal. Was dat ik altijd met Falling in and Out of Love begon. Ja, altijd hetzelfde nummer. Altijd Johnny hetzelfde Bishop? Nummer. Johnny Nash. Johnny Nash. En altijd met hetzelfde nummer. En dat is natuurlijk idioot. Hoe laat? S'avonds op vrijdag. 7 uur. 7 uur vrijdag. Altijd hetzelfde nummer. Nooit iemand die klaagde. Krijg je weer dat nummer. Yes. En als ze klaagde, dan werd op de zender meestal de brief verscheurd. Of wat? Deze brief begint niet met een compliment. Weg ermee. Boom, weg ermee. Ja. Dat heb je volwassen van deed. Maar dat kwam heel simpel. Ik moest dat eerste programma maken, maar ik was hartstikke druk voor televisie. Dus ik moest dit erbij doen. Dus ik had niet echt de hele dag om thuis een plaatje. Nou, deze niet, is niet helemaal goed. Ik mocht geen Frits Spits zijn in die zin. Hè? Frits die elke plaat precies wist waar hij het over had. Over goede discjockeys gesproken. God, ik leer wat een goede discjockey was die man. En nu nog steeds een ontzettend goede radiomaker. En het. Maar goed, ik heb het hier over iemand die ik zeer lief heb. Maar goed, dus. En ik zit daar, ik kom binnen met mijn koffertje waar ik een zootje platen in geflikkerd had, letterlijk. En er stond de top 40 bak stond erbij. Nou oké, okay, en jezus, wat moet ik draaien? En dus ik pak Falling in and Out of Love. Die vond ik wel lekker, want die had een mooi stuwend intro en die begon lekker. Dus ik draai die. En de volgende week. Staat Bouwman, Adje Bouwman staat erbij. En ik zeg, godverdorie, ik heb geen idee wat ik als eerste plaat moet hebben. En de eerste plaat voor mij is essentieel, want dan gaat mijn adrenaline en dan gaat het stromen en dan loopt het wel. Voor een half uurtje. Maar en toen zei hij, dan moet je diezelfde plaat draaien, want die is leuk. En dat heb ik gedaan. Toen dacht ik, de derde week dacht ik, wat? Ik ga nou de kleren, ik ben nou toch begonnen hiermee. En ik heb dat lang volgehouden, kan ik je zeggen. Ja? Ja, lang. Hoe lang? Ja. Nou, ik ben er eigenlijk pas vorig jaar mee gestopt. Toen dacht ik, nou is het wel genoeg en geweest. Nu is de grap wel gemaakt. Maar toen begon ik weer voor Stenders op Bonanza XL. En wat op zijn stream, op zijn app. Toen dacht ik, de eerste plaat kan niet anders dan Falling in and Out of Love zijn. Ja. En toen begon ik ook weer zoiets van, kijk, je hebt... Het format is niet alleen, is ook de structuur waarin je mag praten, waar je talks zitten. Mm-hmm. Ik, een programma mag een opener hebben, maar ik zorg ervoor dat de eerste plaat een intro heeft en in het intro ben ik. Want ik neem de show, dat mag niet meer. Nee. Het is commercials, opener, promo, plaat. Maar en is dan nog een plaat. Bij je podcast die ik aanzet, jij had me meteen bij Life is a Highway. Godverdomme, die vent, die kan het nog. Ja. En dan blijf ik ook doorluisteren. Terwijl je inderdaad... Misschien... Ja, maar jij bent een radiofreak. Ja, maar dat hebben mensen, voelen dat toch ook? Dat jij met heel veel enthousiasme en passie dat intro volpraat. Ja, dat hoop ik. Ja, nou, en zo niet, dan sturen ze wel een mailtje. Maar het is doodstil. En dat is ook heerlijk rustig. Daar nooit gevoelig voor geweest, feedback van luisteraars? Jawel, ik ben uiterst gevoelig voor het, zelfs maar het minste stukje kritiek. En ik lig het jankend in de hoek. Om daarna toch weer gewoon datgene te doen wat ik al deed. Nou, als mensen tegen mij zeggen van, ja, maar die intro's. Heel leuk, er zit een fantastische gozer bij voor die op, Jordi Prinsen, die dat allemaal regelt. En er zit amateur hour, dus dat amateurs mogen daar dan een uur opnemen, wat ik heel erg leuk vind. En toen zat er eentje die de hele tijd intro's insprak, omdat hij dacht dat ze hoorden, want ik deed dat. Waarop ik aan Jordi terugmail van, hoezo, waar zijn die dingen anders voor dan? Dus ja, ja ik experimenteer
experimenteer nog steeds met Canadeesjes, weet je wel. Baf, puur aan het begin van de plaat, wegstarten, ja, meteen praten. Heerlijk. Dat geeft en dat soort dingen zoeken. Want jij lult naar ieder nummer bijvoorbeeld in het uurtje wat ik hoorde. Maar het klinkt niet alsof je veel lult, omdat die muziek, die gaat door. Stuurt door, ja. Dat kaal lullen ook tegenwoordig op de radio. Ik denk, jongens. Ja, ik vind het niks. Ik kan niet eigenlijk. Hou de tempo er eens even lekker in. Ja. Volgende plaat. Hup. Ja. Het merk Veronica, dat moet jou ook iets doen. Dat nu toch niet meer die magie heeft die het in mijn jeugd had, in jouw jeugd of in je volwassen. Ja, ik heb 12,5 jaar voor de Veronica Omroep-organisatie gewerkt. Wat is ik dat? Ben op dat schip op volle zee geweest. Dan gingen wij bij Noordzee van naar Geneve brengen. Gingen we zuipen aan boord daar. Leuk, aardige mensen. Echt goed volk zat daar. En we gingen aan de wal. Gingen we op maandagavond, als zij de alarmschijver bij de treinschijf hadden bedacht, gingen we ruzie maken. Ja. In Scaramouche, een discotheek in Hilversum. En dan ging ik met Atje Bouwman naar hun studio toe. En dan gingen we mensen die daar dan plantjes kwamen draaien, die gingen we een beetje zieken. Dus wij waren gewoon, ik wil niet zeggen vrienden, maar ik heb met hart en ziel voor Veronica gewerkt. Ja. Met hart en ziel. En, wat is daar nu nog van over? Niks, daar is niks van over. Kijk, dat heb je als je... Dat merk is in de klauwen gevallen van toen zeg maar de omroep, hè, toen, hoe heet die, Joop van der Rijden, die heeft het gesloopt. Die heeft het gewoon willens en wetens gesloopt. En er zat daar heel veel geld in, het zat in de HMG, hè, ze wilden toen, ze dachten dat ze de HMG zouden over kunnen nemen, dat konden ze helemaal niet. De Vereniging Veronica. De Vereniging Veronica vond arrogant dat ze dat konden en wilde binnen de HMG, de 100 Media Groep toen, RTL, ja, ik weet wel, ik begon in 98 bij RTL. Dan mochten wij niet in de gang komen, figuurlijk, waar Veronica zat. Wij waren van RTL. Wij waren, men wilde liever niet dat wij daar in de buurt kwamen. Dus ja, dat... En Joop van der Rijden probeerde altijd zoveel mogelijk daarin te verzieken. Dus toen is dat uit elkaar gevallen. Toen is het in de klauwen gevallen van bepaalde mensen, wiens naam ik hier niet zal noemen. Maar ik was er maar het begin met een U. Nou goed, en in de verkeerde klauwen gevallen. En toen bleek er 100 miljoen te zijn. En toen dachten ze, wij kunnen de wereld veroveren. 100 miljoen. Ja. In de vereniging? Ja, er zat heel veel geld. Of het 100 was, maar het was onwaarschijnlijk veel geld. Dat zat erin, want dat blad was natuurlijk uiterst succesvol. En toen... toen hebben ze dat helemaal uit elkaar getrokken. Ze hebben de radio, ze hebben de zender niet gekregen. Terwijl de HMG nog... God, ik zie hem nog zitten, Mark Dinges. Ik zeg, hebben we het? Ik zeg, hebben we gewonnen? Nee, we hebben er twee. Dat we twee frequenties hadden van als RTL. Ja. Voor RTL Radio en voor Jorin toen. Ja, dat was dat afschuwelijke Jorin moest dat worden. Want ja, Veronica was vertrokken. Ja. Terwijl als ze gebleven hadden, hadden ze een radiozender gehad. Ja. Een echte. Ja, niet waren ze nu heel groot geweest. Ja, denk je? Ja, weet ik zeker. Want dat merk was toen nog iets waard. Ja, dat was nog iets waard. Ja. En toen ze dus vertrokken zijn uit die HMG, onder leiding van Joop van der Rijden, willens en wetens om die 100 miljoen te proberen tot zich te nemen, nou is dat enorm goed gelukt. Er hebben een paar mensen, denk ik, heel erg hun zakken mee gevuld. En er is heel veel verspild toen ze... een eigen tv-zender begonnen. Nou, spijt me, 100 miljoen is voor een tv-zender. Weg. Huh? Ja. Ja, daar koop je niks voor? Nou, dan kun je het een jaar of twee mee volhouden. Dan houdt het op. Als je niet genoeg inkomen genereert. Nou. En je genereert in het begin niet veel inkomen. Dus ja, en ik vind het doodzonde. Ja. En ik vind dat ze het radiostation naar de kloten hebben geholpen door niks te durven. Door het heel erg strak in... mannen, rock'n'roll mannen met witte sportsokken in van die muilen. Maar heb je het over de tijd dat het van Sky Radio Group werd? Ja. Dat het merk eigenlijk gehuurd is door Sky. Het merk is dan nog steeds van de vereniging? Of nee, toch? Is het verkocht of verhuurd? Nee, Talpa volgens mij, dat merk. Ja, ik dacht dat het voor de vereniging is, ja, dat kan ook zijn. Hoor. Ja. Dat wil ik echt niet. Ja. Ik hou me ver van dat soort dingen. Maar van wie het merk is, doet er niet toe. Want het blad is los, dat is Sama deels. En je hebt dan de tv-zender, dat is Talpa Networks. Ja. En het radiostation is nu ook Talpa Networks. Ja. Maar het merk is zijn glans kwijtgeraakt, omdat het niet meer dat... En pas op, er staat heel veel... Het zal wel zo leuk zijn, omdat men dacht dat het zo leuk was. Zo goed was het niet, hoor. Nou ja. De radiozender wel.
Allemaal op tv ook. Mijn jeugd, als de Veronica-gids op de mat viel, mijn broer en ik hadden even ruzie. Ja. Wie dat als eerste mocht lezen. En ik weet nog, de dinsdag en de donderdag, het waren de heilige dagen natuurlijk, dat Veronica op tv was. Ja, ja. Miami Vice, noem alles maar op. Maar er zat ook een partij crap tussen, dat wil je niet weten. Oké, dus we verheerlijken te veel. Ja, dat weet ik zeker. Ja. Er werd een partij ellende uitgezonden, dat wil je niet weten. Ja, sentiment. Ja, maar dat, ja. Dat geeft niet. Nee. Tussen al die platen, tussen die miljoenen platen die we hebben gedraaid, zit ook een hele hoop volslagen crap. Hmm. Waarvan je denkt, jezus, Mina, dat blijft zitten. Ja. Dat het niet ontploft. Hmm. Nee, dat geeft niet. Maar alleen dat hebben ze verspeeld. Dat hebben ze verspeeld met Webcam Girls, met dus op tv. Ze hadden Big Brother. Ja. Ik bedoel, ja. Big time. Gigantisch. Ja, enorm. Ja. Ja? Dus, ik was erbij toen Big Brother kwam. Ik stond aan de tafel geleund met Paul... ik leg even je telefoon weg, ja. Met Paul Reumer. En ik zei, ja, maar Paul, dat wordt niks. Dat is Big Brother. Dat zei jij? Ja. En by the way, ik wou ook nog even melden, die Beatles, dat wordt ook nooit. Die zou ik nooit op mijn label toelaten. Dus, tot zover van mijn verstand van dit soort zaken. Dat hadden ze. Dat had een enorme kracht. Ze bliezen RTL weg. Wij hebben toen echt gezegd, Big Brother moet van het slot van GTST af. Want GTST gaat naar de kloten. En GTST was en is de motor waarop RTL draait. Ja. En daar ging veel meer geld in RTL om dan in Veronica. Dus toen is het verplaatst naar 7 uur of 7:30. Ja. Dus dat hadden ze. Ja. Maar ze deden alleen maar lekkere wijven, beetje reisprogramma's, maar ze deden niks wat bij die doelgroep hoorde. Ja. Dus? Ja, toen gingen we naar de kloten. En wie ging er toen met die doelgroep aan de haal dan? Nee, die was er niet, die werd die is eigenlijk, die werd mondjesmaat bediend. Ja. En later hebben we het met Jorin dat geprobeerd en is het eigenlijk met RTL 5 en RTL 7 hebben we die gaten weten te vullen. Ja. Er wordt over radio gezegd, 538 is gewoon het Veronica van nu. Dit heeft alleen een andere naam. Ja. Het heeft wel in ieder geval dezelfde golflengte. Als toen. Ja. Jouw zoon, Jelte, is die nu dadelijk vanaf het evenste mee stopt de sidekick van Frank? Ja, voor zover ik weet wel. Ja. Ja. Maar misschien spreek ik voor mijn beurt, maar voor zover ik weet wel. Ja. Kan me niet anders voorstellen. Nee, want hij is nu al matched. Het matcht heel goed, die twee. Ja. En wat is die magie tussen die twee? Wat weet Jelte zijn plek? Niet vragen. Lijkt Jelte op zijn vader? Nee. Anders kon hij geen sidekick spelen. Dan wilde hij de eerste viool. Nee, Jelte lijkt in 1000 opzichten. In ieder geval als je hem hiernaast mij zet. Is de vraag van wie is nou wie. Dan ziet er hetzelfde uit. Kaal hoofd, bril. Het is een heel ander mens. Ja? Een verrukkelijk mens. En een fantastische. Ja, hallo, het is mijn zoon. Maar ik meen dat ook. Een geweldige gozer. En het is. Hij heeft heel veel verstand van radio. Wij praten nog wel, maar hij kijkt heel erg naar het radio van nu en naar de doelgroepen van nu en hoe de mensen nu in elkaar zitten. Wat ik heel erg goed vind. En ja, er is een magie tussen die twee, omdat ze heel verschillend zijn, denk ik. En adviseer je hem ook als je dingen hoort? Nee, ik spreek hem wel aan op dingen. Als ik vind, voor wat het waard is. Maar als ik vind dat hij iets niet helemaal denkt, dan kun je godverdorie beter doen. Dan zeg ik er wel iets van, het is niet voor niks je zoon, kom op nou. Nee, maar dat is ook leuk. Dat vinden we ook leuk van elkaar. Ja. Dat hebben we graag. Want hij spreekt mij er ook op aan. Op bepaalde dingen. Ja? Ja, daar hoort hij wel. Zegt, joh, dat is toch geen radio meer. Oude lullen. Achteruit kijken. Oude lullen radio, ja. Ben je ooit radiobaas geweest? Voor een hele blauwe maandag. Toen Robert Jensen wegging bij Jorin. En daar de boel in totale paniek achterliet. En er niemand verder was. Toen ben ik dat even geweest. Maar ik was ook televisiebaas van 3 zenders. Dus ik had het een beetje druk. En mijn time management is niet briljant. Dus, maar toen ben ik een tijdje de baas geweest. Ja. Alleen als baas van een radiostation moet je het radiostation ook constant horen. Je moet het op de achtergrond op hebben staan. Ja. Je moet daar mee leven. Tenminste, dat vind ik. En dat ging niet, want ik kon niet geconcentreerd gesprekken voeren met God, wie dan ook, met op de achtergrond een radiostation. Dat kan ik gewoon niet. Dus dat ben ik nog een tijdje geweest, ja. En stel, John belt je nu en zegt, kun jij hier bij ons... John belt mij niet, maak je geen zorgen. Of mailen. 538 groep. We hebben laatst... Nee, zou je dat niet meer willen? Nee, ten eerste ben ik daar te oud voor. Vind ik echt. Ja. En niet omdat leeftijd een factor is, maar gewoon...
ik heb helemaal geen zin meer om 24 uur per dag. Want dit zijn van die banen 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Punt. Los, ja. Ja. En dat moet je ook niet loslaten. Je moet erin leven. Mm. Dus daar heb ik geen zin in. Joh, ik ga straks lekker weer een paar maanden of een paar weken ergens in Spanje zitten. Of met de caravan op pad. Of we gaan lang op reis. Of nou joh, ga je elke dag een beetje om 8:30 naar je werk. Ben je gek hoor. Nee, dat snap ik. Maar een adviserende met zo'n, rol. Met zo'n zenuwachtige telefoon. Ja, nee? Nee joh. Nee, ook adviserend niet. Nee. Ook adviserend. Het is goed zo. Het is mooi zo. Je moet ook gewoon... Het is... Kijk, ik heb ook een... Ik heb het ook niet zo op die oude mannen die menen zich er nog mee te moeten bemoeien. Laat nou jonge kerels, jonge vrouwen. Er zijn te weinig vrouwen op de radio. Daar moeten we het over hebben, over het nuttige onderwerp. Ik ben 68, er zit een hele generatie. Mijn generatie drukt al zoveel talent weg. Omdat wij vinden dat wij het toch nog allemaal zo leuk en jong en we kunnen het nog zo goed. Ja, dag, geef nou die, die... Ik bedoel, als iemand nu 50 is, is hij 18 jaar jonger dan ik. Ja. Die heeft al wat nodige meegemaakt. Die heeft inzichten, die weet hoe het werkt. Die zit niet te geil op KDWB. Denkt daar wel van, oh, dat is interessant, dat kan ook dus. Snap je toe? Ja. Terwijl ik er als een kleuter een enorme erectie van krijg. Nou, goed. Dan even over vrouw, omdat je het vraagt. Vrouw op de radio. Ja, ik begrijp niet... Nee, ik begrijp het wel. Of begrijp ik het nou niet? Nou, er is iets mis. Ik kan niet naar... Ik kan heel goed... Radio 1 heeft briljante vrouwen, hè? Fantastisch. Mm-hmm. Die van Willemijn Veenhoven. Fantastisch. Die in de ochtend zit. Bij Jurgen? Na Jurgen. Mm-hmm. Hoe heet ze? Geweldig. In de middag, er zitten eigenlijk in elk slot zit een vrouw. Die zijn voor dat soort programma's briljant. Jurgen is natuurlijk, vind ik, heel erg leuk. Heel erg leuk. Ik voel dat is maar. Ook een discjockey, hè? Ja. Schijnbaar werkt dat dus heel goed. Ja. Want daar zit, hè, als je Willemijn, daar zit ironie in. Daar zit plat cynisme zelfs in. Verrukkelijk. Zijn goede journalisten. Maar dan hoor ik... De veelgehoorde discussie over Annemiek Schollaert. En ik luisterde naar en ik denk, schat, je probeert discjockey te zijn. Je forceert een rubriekje. Je drukt en forceert, maar het is niet echt. Althans, en vergeef me dat Annemiek als het wel zo is, maar voor mij komt het enorm geforceerd en nerveus. Of nerveus misschien niet het goede woord, maar geforceerd over. En ik snap niet waarom. Ik bedoel, Tineke de Nooi krijgt nu eindelijk een keer een grote prijs daarvoor. Was ook geen briljante discjockey, maar gebruikte haar vrouw... Technische discjockey helemaal niet. Maar gebruikte haar vrouwelijkheid en haar empathie en de enorme warmte die ze erin zat... in een toch een radiovorm. En ik hoor niks op de radio wat goed is. Bij Phoenix, waar ik een tijdje voorzitter ben geweest van de stichting Phoenix, een echt goed radiostation. Ook genomineerd voor een prijs. Ja, en nu met Niels Hoogland daar echt goed. Hm. Het is muziek waar ik echt na een minuut of 7, 8... Dat is nog lang. Begin ik het stuur op te eten. Dan kan ik niet tegen, maar het is een echt goed radiostation. Ja. Echt goed. Maar er zitten wel meiden, maar dan hoor je ze ook weer die neigen. Altijd naar het journalistieke. Het zijn geen entertainers. Hmm. Raar, hè? Floortje Dessing had dat toch wel? Floor wel, maar Floor was natuurlijk... Floor is natuurlijk de uitzondering die de regel in deze dan maar bevestigt. Floor is natuurlijk een briljante televisiemaker. Schat van een meid ook nog eens een keertje. En was een Stenders adept. Kloontje. Ja. Zo verdreven. Maar ze klonk wel cool. Ja, ze klonk heel cool. Ze kon dat wel, maar ze durfde een discjockey te zijn. Ja. En als je naar de televisieprogramma's kijkt, dan zie je, daar staat ze los van elke conventie. Ja. Zij doet gewoon het zo. Ja. En dat heeft haar zo groot gemaakt. Maar jeuken je handen dan niet om gewoon eens een keer met Annemieke te gaan zitten en gewoon eens een beetje te sparren? Of bij 3FM eens een adviserende rol te spelen? Zeg, jongens, kom, er zit talent in jou. Dat heb je bij ons bij Veronica toen toch ook gedaan? Je zei letterlijk tegen mij van, er zit zoveel talent in jou, maar waarom hoor ik het niet? Ja. Ja. Nee, dat blijft mij wel bij. Die vraag is natuurlijk daarna nooit, ik is nog nooit beantwoord. Nee, dat begrijp ik wel. En dat vind ik, dank je voor het compliment. Maar aan de andere kant, ja, bescheidenheid. Ik bedoel, het is je zou ze toch kunnen helpen?
Ik, natuurlijk wel, maar dat, ik ga hier nu niet zeggen wel. Dat, nee. Maar... En dat hoeven ze van mij ook niet te doen. Nee. De dingen gaan zoals ze gaan. Als ze me, als Jurre me zou bellen, dan zou ik daar best eens over denken. Maar dat stellen we even buiten. Wat is onzin? Want er zijn zat mensen die er wel verstand van hebben. Hij heeft standers rondlopen bij die zender. Als nou iemand kan coachen, ja. Ja, kijk eens wat voor talenten er door standers zijn grootgebracht. Ja. Hallo hé. Ja. Die meneer kan coachen. En die meneer is van vandaag. Nou, ja. Is niet wat hoe oud is. Is niet zo oud nog. 52, 51. Mm-hmm. Dus ja, pff, kom op. Dus dat bedoel ik te zeggen. Er zijn achter mij, in de zin van een hele postie ook. Van Inkel zou misschien over kunnen coachen. Ja. Dat geloof ik best. Als hij die ruimte voor zichzelf creëert. Ik denk dat Gerard, als hij zijn ego enigszins controleert. Parkeert. Ja, parkeert. Terwijl ik hem hoog heb, hè, want hij is ook een goed jong. Echt een goed jong. Maar die zou ook mensen kunnen vertellen van luister, doe het nou zo. Ja. Luister hier nou eens naar. Ga dit nou eens doen. Maar ik heb het ook altijd geroepen. Bij Ajax wilden ze ook luisterden ze naar Johan Cruijff. Ik vind dat zo gek dat managers op posities komen die zelf niet veel op radiogebied gepresteerd hebben. Had ik Inkel of Evers als baas gehad ooit ergens, dan reken maar dat ik luisterde naar wat die voor mijn advies aan me gaf. Ja, maar ja, je had Hoogland als baas. En als daar iemand... Dat bedoel ja. ik wou zeggen, daar kun je wel naar luisteren. Tuurlijk. Want Niels mag dan wel zijn petscheef zetten. En zijn borstkas wassen. Dat moet hij vooral de hele dag blijven doen. Maar hij weet fucking veel van radio. Dat motiveerde mij. Onwaarschijnlijk veel van radio. En is daar ook heel erg van doordrenkt. Ja. En dat maakt het een grote. Ja. En dat maakt hem ook onbruikbaar voor een hoop zenders. Want het is natuurlijk stront eigenwijs. Ja. En dus als je naast John moet komen te staan en hem gaat vertellen hoe je radio moet maken. Ja, daar gaan niet hoor, hè. Daar weet je. Moet overigens uitzonderen op de regel. Unco Cervantena heb ik ook altijd goed meegewerkt. Zeer. Is zelf ook bij CTFM vroeger discjockey geweest. Ja. Maar het is toch raar, vind ik, dat niet meer discjockeys op leidinggevende posities bij de radio terechtkomen. Ze zijn er dus te eigenwijs voor, dat begrijp ik. Nou, en ik denk dat... en god joh, zo leuk is een leidinggevende positie nou ook weer niet. Nee? Nee, ik heb het enorme voorrecht gehad om zootje radio, letterlijk een zootje televisiestations te mogen runnen. Dat is niet altijd even. En je komt namelijk ver van de televisie te staan. En bij radio sta je er ook niet meer middenin. Mm, dus je moet de programmadirecteur kijken. Dat moeten, mogen wat mij betreft, echte radiojongens zijn. Mm. Maar dan nog moet je je afvragen, welke discjockey hebben we het dan over? En welke is de discjockey die we voor de toekomst nodig hebben? Dat is de vraag. Waar gaat het naartoe met de radio? Want we zeggen wel van radio is het medium dat steeds maar overleeft. En dat doet het ook. Hè? Maar je ziet de cijfers wel afkalven. Je ziet het wel teruglopen. Hè? Je ziet het bereik. Ik schrik toch wel zo nu dan van de bereikcijfers. Ik denk nou, het gaat toch harder achteruit dan ik dacht. Maar het zal nooit overgaan. Is toch wel niet gek? Ik bedoel, de dingen die ik 10 jaar geleden op de radio deed, daar zijn nu overal apps voor. Ik hoef niet geen flitsers meer te noemen. Ik hoef geen files meer te noemen. Muziek kunnen mensen ergens krijgen. Ja. Entertainment kunnen ze ergens krijgen. Dus wat... Nou, waar ik mij uitermate aan erger is dat ik een lekker nummer hoor en dan denk... Ja, ik zit in de auto. Kan ik lekker Sechem doen? Weet je wel, zeg maar goddomme hoe dat nummer heet. Ja. Niet dat ik het kan onthouden, maar dan gaat het toch, even niet om. Dan weet je het in ieder geval. Ja, dus, maar dat is waar. En daardoor ontstaan er dus ook steeds meer entertainers. Hè? Mensen die bijna cabaret op de radio doen. Ik bedoel, wat Evers doet, is natuurlijk in feite is dat cabaret. André van Duin. Ja, ook. Ook. Maar het is uniek. Het is nergens. Hè? Er is niemand die in staat is gebleken zo'n zoet te kunnen bouwen. Zeker. Belen is dat niet gelukt. Op dezelfde manier. Nee. Het is de enige echt gelukte zoe na Stenders en Van Enkel, na Bart de Zwart, na Curry en Van Enkel. Hè, laten we even wel deze. Dat was een echte zoe. Ja. En lang ook. Ik had nog een vraag uit de televisiecategorie. Wat moet er nu met RTL 4 gebeuren? beste Sven. Nee. Nou, jij volgt het ook allemaal natuurlijk. Ik volg dat wel. En je ziet alle kritiek en die Erland krijgt er van langs overal. Tuurlijk, ja. En niet helemaal onterecht. Maar dat RTL Late Night bijvoorbeeld, hoe had jij dat aangepakt? Nou, RTL Late Night is natuurlijk een heel bizar ding. Bizar wat daar gebeurd is.
Dat ging verschrikkelijk goed in het begin. Fantastisch. Daar deden ze ontzettend hun best op. En een of andere manier, op een bepaald moment hebben ze de bal laten vallen. Is de plat erin gekomen. En ik begrijp het niet. Want ze wisten hoe het ging. Het ging goed. Ze begrepen hoe het moest. Te veel in-crowd. Ja, dat vindt iedereen. Hè. Er is een promotietool voor Veronica. Ja. Voor Veronica, voor de zender geworden. Waarvan ik dacht, nee, ja. En ik was niet geïnteresseerd in de mensen die er zaten. Ja, daar zit er weer iemand. En denk, ja, nou, who cares. Dus redactie. Ja, redactioneel was het. Ze hebben het de bal laten vallen en ik begrijp niet waarom. Want in het begin klopte het allemaal precies. En na, wat was het, na een half jaar, drie kwart jaar, zag je plotseling dat het wegschoof. En toen werd het een promotietool. Maar hetzelfde is gebeurd met Boulevard. Wat zijn scherpte verloren is. Niet alleen door het vertrek van Albert, die ik ook niet zo scherp meer vond. Maar wat ooit... Heb jij bedacht? Door mij bedacht. Een programma met een klein mesje in de hand. Dat moest het zijn. En dat was het ook. Hè? Albert, ja, het is wel geweldig, fantastisch. En dan Bo, die zei, nou, ik begrijp er helemaal niets van. Waar gaat dit over? Dat was de truc en de gein van het programma. Daarna werd het alleen maar fantastisch. Was het ook niet een klein ochtendshow set? Ja, dat was het. Met twee tegenstellingen? Het was gebaseerd, het begingedachte was gebaseerd op de ochtendtelevisie van KLAX. Dus een Los Angeles televisiestation. En die hadden er zaten vier mensen aan de tafel, hadden bijna een rechte tafel. En er was een sport en weer een verkeer en de presentatrice en de nieuwsman. En die zaten de hele dag ruzie met elkaar te maken. Althans, dat vond ik. En dan zat ik daar. En ik mocht vaak naar Amerika toe. Dan ging ik gewoon televisie zitten kijken daar. Daar had je nog geen slingbox. En dan zat ik uit, ja, dit is gewoon... En het onderwerp, entertainment, hè, dus dat vond ik een onderwerp wat in Nederland niet gedaan werd. Ze hebben gezegd, dat zou een richting moeten zijn. Daar zijn we op zoek gegaan. Daar zat een, ik weet niet of ze nog steeds zit, zat een, denk Japans, Aziatische vrouw zat in het midden. Dat was een bitch met een hoofdletter B. En die drukte die hele kerels, al die kerels, kop houden jij, nu gaan we dat, twist zo, dat is mijn perceptie ervan. Dus ik ben nog op zoek geweest een tijd naar een blonde bitch die dan, had ook Aziatisch mogen zijn, gaat niet om, die dat dan zou moeten leiden. Nou, die hebben we nooit gevonden. Bridget. En toen... Moet ik aan denken, ja, maar gaan we het gaan. Fijn dat je daaraan denkt. Ja. En blonde klopt en bitch klopt. Nou, een beetje ijskonijn, toch? Nou, niet een beetje. Nou, sorry hoor, maar het schijnt in privé en buiten gewoon fijne meid te zijn. Maar je kan wel bijten, ja. Ja, maar nee, maar, ja, maar daar zit, er is wat, ik weet niet wat, daar is iets. Maar het is het niet. Oké. Okay. Het is het niet. Ze was er in die tijd nog niet over. Oké, ja. Dit is 2001. Als je bestelde Bridget een deurtje zou hebben, je doet het open, gaat er een lampje aan. Dat is echt, Oh, ik kan hier niks uitknippen, hè? Ik zeg het even op voorhand. Ja, dat weet ik, maar ja, Bridget mag me daarover bellen, want zo voel ik dat. En ik ben daar volstrekt eerlijk over. Ik vind, alles gaat met het volste respect, maar je moet wel soms kunnen zeggen wat je... als ik nu zeg van, ja, ik vind het buitengewoon getalenteerd, zat daar zeer geschikt voor. Zit ik te liegen en ik lieg niet, liever niet, nee, bij voorkeur niet. Gelukkig. En ik weet, als ik Bridget een klein beetje ken en ik ken haar via de band, dan snapt ze dat. Oké. Maar goed. Waar waren we gebleven? Boulevard. Heb jij uit Amerika een soort van format? Ja, dat format, en dat is later door Sander... door Sander van toen, wat toen Holland Media House heette, fantastisch uitgewerkt in wat het nu was. Ja. Wat nu geworden is. Ja. Even over radio en tv. Wat vind je dan van al dat gedoe dat Evers op tv is? Webcams, camera's, Ruud de Wild te zien overal. Wat doet dat? Ik weet nog wel, de magie van Frits Spits ging verloren toen hij op tv kwam. Toen je hem zag. Ja. Dat is hetzelfde voor mij. Je moet mij niet zien. Dat is verschrikkelijk. Dat moet heel naar zijn voor mensen. En dat doe je ze niet aan. Kijk, dit is nu. En ik denk dat het heeft helemaal geen nut. Maar het plaatje is er. Die ochtend bij SBS kost, anders kost die kost ook niet veel. Want dan gaat allemaal reruns in en verkochte televisie. En op een bepaald moment loopt dat ook dood. Dus nou, dan zet je dat erin. Want op het internet kun je het ook zien. Ja. En je ziet daar gewoon een aantal mannen die tijdens de plaats zich zitten enorm zitten te vervelen. In de neus zitten te eten. Ja, en als je dan nog, en als je dan die filmpjes die dan nu, die oude filmpjes, dan zie je dat ze zitten pleurs werkten, die jogs in Amerika. Ja, ze moesten alles tussendoor, want dan gingen ze
de cassettes bij elkaar zoeken. Ja. Of de cards. En moesten het bandje opnemen. Ja. Want dan hadden ze dan nog van voor Fox Pro. Dat was een ander leven. Maar nu, ja, je hebt een gesprekje in Fox Pro. Je klikt een paar keer. Ik onderschat het geen zins, maar om naar te kijken. Maar doe het dan ze zeiden mee. Ooit, ze zeiden iets ooit van Big Brother van je zit te kijken naar drogende verf. Of naar groeiend gras. Nou, het is ietsje anders gelopen. Maar vind ik er wel van. Denk even terug aan, ik weet niet of je in die tijd daar werkte, maar toen Van Inkel op tv was. Die maakte er ook wat van. Die deed een soort band om. Die zei de geheime ochtendshow, de fax was in beeld. Dan denk ik, als je het te zien bent, doe er dan ook iets mee. Ga recht staan. Maar weet je wat het probleem is? Daar komt iets anders. En ik denk dat Edwin zich daar terecht misschien dat niet gewoon niet doet. Dan gaat, denk erom, televisie is een heel lelijk medium. Dat vreet je op. Hm. Ja? Terwijl de concentratie, als ik hier zit, koptelefoon op, gaat de concentratie niet verder dan dit. Ja. Ja? En de geilheid gaat daarin en de handjes bedienen de tafel en verder niks. Dan moet ik niet bezig moeten zijn in mijn voorbereiding van heb ik een leuk dingetje om. Tegelijkertijd terwijl je dat zegt, dan wil ik de Twitter, de Twitter feed wil ik zien. Mm-hmm. Wil ik alle feeds wil ik binnen zien komen. Dan wil ik ook zien wat ze in de achtergrond. Er zitten altijd die productiemensen in de achtergrond. Dat wil ik dan allemaal zien. Ja. Dan wordt het een event. Maar tegelijkertijd is het gewoon een plaatje dat er draait. Hè? Mm-hmm. En als clipje mee, een clipje dat er mee komt. En nou, dan kom je weer bij die mannen terecht. Leuk. Nut-functiecurve? Nee. Volkomen vlak. Dat is... Maar ja, het is er. Dus... En om er wat mee te doen, ik hoop dat ze het niet doen. Omdat ik weet, televisie is een rat van een medium. Dat vreet je op. En dat moet je niet hebben. De concentratie. Televisie eist dan, zorg ervoor dat je er zo zit. Oh, kijk even naar het licht. Te zelfbewust. Niet zelfbewust. Televisie heeft zoveel meer nodig om te werken dan radio. Radio heeft een goede plaat en een leuk verhaal. Mm-hmm. Daar heb je goede radio mee. Mm. Dat is al moeilijk genoeg. En als iedereen, kan het ook zonder koptelefoon, bij wijze van spreken. Ik was bij een Fins radiostation, daar gebruikten ze oortjes. Maar toen bleek dat ze niet praten. Dat scheelde enorm. Want probeer het maar zo met in-ears. Mm-hmm. Dat gaat niet. Zit vertraging op. Nee, niet alleen dat, maar je hoort je stem. Dus artiesten die veel herrie om zich heen hebben als monitor, dan werkt het heel goed. Als jij staat te zingen. Maar als jock over een plaat heen is het heel raar. Ja. Ik heb het wel eens geprobeerd hier. Het is heel raar. Wat heb jij van koptelefoon eigenlijk? Ik heb een... SA450 van Pioneer? Nee. Wacht maar waar. Nee. Ik wilde eigenlijk een Cos gaan kopen. Dit van Sennheiser. Okay. Erg fijn. HDT80. Sure, sluit erg van. Af. Sure, tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Stoppen ermee hoor ik. Stoppen ze erbij? Ja. Lafaards. Nee, dit is fijn. En dit is goed zat. Nee, dit is heel goed zelfs. En het is geen digitaal mengpaneel als ik het zo zie. Nee, het is enorm analoog. Gaat het een beetje draaien? Er zitten wel twee USB-ingangen in. Dus dat de muziek komt USB. Oké. Okay. Maar de rest is allemaal analoog. Het is een AirMate van DNR. En je werkt met GML? Dat het ook D en Ruis. Wat was het ook alweer? Dingen zijn Ruis. Met GML, ja. En met een, ik heb een paar terabyte. En ik heb een DBX stem, microfoonprocessor. En een DBX 166 limiter compressor erop hangen. En daar zit onder, dank aan Mark Adriani, ook nog een cd-spelers. Die heb ik nog wel. Ja, die heeft Mark Adriani zei, dit is wat voor je. Nou, dat is zo pakjes niet op mij. Dus de, hoe heet die dingen... De Newmark en een Alessis galmapparaatje die op 99 gold staat. Omdat er moet een beetje galm op zitten, want dat zit er wat ruimte in. Dat vind ik lekker. Okay. Of galm. Wie zouden we nog meer moeten spreken voor deze serie Radio Helden? Ik weet niet wie je allemaal al gesproken hebt. Ik ben benieuwd. Heb je Hogedoorn gesproken? Nee. Dan moet je dringend spreken. Ja? Ja, natuurlijk. Dat is een radioheld. Heel andere vorm, totale tegenstelling. Hij is de stem van? Hij is de stem, hè. En van Radio. Radio 1. Briljant. Ja. En een buitengewoon fijne man. Buitengewoon lief mens. Geen discjockey. Meer, natuurlijk. Maar. Jawel, hij draait nog steeds platen. Ook bij? Bij Ice nu, hè. Dus wat vroeger Kicks, de mensen van Kicks. Een aantal mensen van Kicks zijn daar naartoe gegaan.
En hij draait platen. Hij is een heel specifieke vorm van dit, maar het is een discjockey. Okay. Maar een hele, ja, hele, hij is heel rustig. Het is een hele rustige man. Het is niet zo'n idioot als ik. En Felix Meurners? Ja, als je hem te spreken kunt krijgen, tuurlijk. Het is geen makkelijke jongen. Maar Felix is natuurlijk wel een icoon, vind ik. Ja. En Frits heb je gesproken, neem ik aan? Nog niet, nee. Nou, die zit natuurlijk een beetje privé moeilijk. Die zou ik nu eventjes even uit de wind houden. Ja. Frits is natuurlijk, ja, die weet heel veel, die weet hoe radio zit. Ferry de Groot zou ik sowieso even mee praten. Ik zou over moderne radio eens met Niels Hoogland gaan zitten. Van, vertel mij nou eens, waar gaat het naartoe met de radio? Waar zijn we met de radio? Als je Edwin kunt spreken, zou ik dat altijd doen. Maar ik zou zijn oude sidekicks, die dus nu weggaan, zou ik ook wel eens willen horen over, wat is nou het vak van sidekick? Hoe werkt dat nou? Hoe zit dat nou? Ja. Hoe zit dat in je hoofd? Jezus, ja, ik bedoel... Hoor je niet Giel zeggen bijvoorbeeld? Of? Nee, we hebben Giel, tuurlijk, maar ik ging er een beetje vanuit. Ik heb het lijstje van de helden niet gezien. Maar wat maakt iemand dan tot een radioheld? Dat hij uniek was, tenminste voor mij. Dat hij geen kopie van een kopie is. Nee, nou, Giel Beel is bepaald geen kopie van een kopie. Nee, het is uniek. Bepaald niet. Nee, maar goed, dat is dus ook zeker ook iemand. Ja. Maar vergeef me Giel. Maar bedoel, je vraagt me, ik bereid me daar niet op. Maar ja, ik denk, jocks die, Gerard, ik bedoel, hoe zit dit nou in elkaar? Hoe werkt dit in je hoofd? Als we daar achter kunnen komen, waar we niet achter kunnen komen overigens. Wat bedoel je dan op? Nou, wat gebeurt er nou in godsnaam? Wat gebeurt er in godsnaam? In het hoofd van Gerard Ekdom? Nou, dat wil ik liever niet weten. Wat dan? Wat gebeurt er in godsnaam als ik dit doe? Ja. Ja, dan. Ik doe de microfoon open en er gebeurt iets in mijn hoofd. Ja, dan gaat iets ik heb mij voorbereid van ik ga dat en dat ongeveer zeggen. Ja. Soms, dat doe ik meestal aan het begin. En dan gebeurt er iets en denk ik, oh wacht, heb ik dat nou gezegd? Ja. Nee. Oh, nou ja, hierna kan ik het niet meer gebruiken. Ik weet het afscheid van Radio Veronica van de publieke omroep. Stenders in de nacht, die zei, wil jij een uurtje komen draaien? Ja, Jezus op. Nou goed, ik ga daarheen, neem Following in Out of Love mee en mijn Leo van de Rood jingle. En platen. Platen. Dus ze moesten de pick-up zijn, die EMT's moesten ze helemaal schoonmaken en zo. En ik ga daar zitten en ik trek de microfoon open. En ik start die platen en er gebeurt iets. En er komt een tekst. En die bleek een zin te zijn die klopte. En die stopte op het moment dat meneer Nes begon te zingen. En ik trek de microfoon dicht. En ik denk bij mezelf, wat is dit in godsnaam? Wat is dit in godsnaam? Ja, nou, de magie van radio dus. Denk het. En dat moeten we ook, de intense geilheid van je eigen, van te horen hoe dat gebeurt. Want het is toch de truc van, daar sta je dan. Want dat vinden we namelijk, en iedereen die dat ontkent liegt. We vinden het ongelooflijk geil om onszelf te horen. Terwijl ik kan mijzelf niet terug horen, niet lang. Ik krijg altijd meteen klapperend van de gêne. Ja. En ik denk, Jezus, God, alsjeblieft zeg. Maar tegelijkertijd, als je op een bühne staat, ja, en er staat voor dat publiek, en jij hebt de macht, jij bepaalt wanneer het plaatje start, of jij bepaalt, dat is iets ontzettend lekkers. Ik was vanmiddag bij een voorstelling met Pierre Bokma en die zitten die mannen op dat toneel. En je weet dat het is heel zwaar om te doen, maar het is tegelijkertijd zo onwaarschijnlijk lekker. Dat als je in dat applaus afloopt of als je in de pips uitloopt uit je programma en je bent doodmoe. Maar je denkt, ze zaten wel lekker in. Yes! Ja. Dat vinden wij als radiomakers lekker. Dat hebben we nodig ook, dat stuk ego-bevrediging. En als je tegen mij zegt, nee, dat zoek ik niet, dat gaat mij om de muziek. Dan denk ik, weet je, jammer voor je, want je mist dat. Het is namelijk heel leuk om. En ik weet wel dat er nu weer mensen zeggen, well, moet je dan nog eens horen. Maar ja, zo werkt het wel. Als een goede tv-presentator uit de studio loopt, is hij kapot. Als Matthijs van Nieuwkerk na een uur wegloopt uit die studio, is hij doodmoe. En zeg me niet dat het niet zo is. Als jij 2 uur, 3 uur, 4 uur radio hebt gemaakt, dan val je van je stoel. Als je het goed hebt gedaan, ja. Ja, je moet er niks meer over hebben. Nee, dan is er niks meer. Als ik hier op dinsdagavond 2 uur heb gemaakt, dan ben ik kapot. Ja.
En dat is misschien overdreven. Maar en dan maak ik het nog niet eens live. Mm. Heb ik niet eens al die bronnen. Want ik heb heel veel faders, maar ik gebruik er maar 3. Mm. Ja. En dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Om wat meer... ik krijg binnenkort weer meer jingles. En dat ik donuts heb. En ramps en dat soort dingen. Want die heb ik nu niet. En dat vind ik soms wel. Maar dat daagt mij, als ik verander het onderwerp. Dat daagt mij dan ook weer uit. Want daar ben ik niet gewend mee te werken. Maar om een ramp in te spreken met precies het juiste tekstje. Uit te komen bij het logo. En dan de plaat goed te starten. En dat intro met rust te laten. Zo, dat is een uitdaging. Ja, dat, hoor. Dat lijkt me ook. Dat is echt een enorme. Ja. En godzijdank Omniplayer en GML die dan in beeld knipperen dat ik nog 2 seconden ophouden. Heb. Wow! Ja. Ja, dat was wel heel fijn. Want anders zou het wel het crash circus zijn. Ja. Ja. Even wat, tot slot wat zelfpromotie. Want het is niet alleen op 40 Up Radio te horen. Je bent ook bij NH te horen, toch? S'avonds? Ja, maar dat is 40 Up wordt ook uitgezonden bij NH s'avonds. Ja. Jij dus ook? En, ja, ja, welke avond? Volgens mij wel op zaterdagavond van 11 tot 12 geloof ik. En straks op de... Ik ging net wat minder doen, want het werd me wat te veel. Die 2 uur, want ja, ik doe nog 1000 andere dingen in de prettige hobby-sfeer en op reis. En ik heb nog wel wat kleine klusjes en sommige grote klussen. Dus ik had net tegen voor die op gezegd van nou, kan ik terug naar een uurtje, want het wordt weer zomer. Dus dan zijn we weer op reis. En toen belde Rob, die zei ja, maar... Dus toen had ik weer 2 uur. En dat is bij de Bonanza app. Dat is bij de Bonanza app straks, Bonanza XL app, ja. En wat, wanneer staat dat? Dat wordt fameus vrijdagavond 7 uur. Ah. Dus dat, en daar heb ik nu de eerste, ik heb wat voorraad gemaakt, want het begint volgens mij op 1 juli voluit te draaien. En ik heb nu wat voorraad gemaakt, waar we gaan nu straks, zijn we weer 6 weken weg. En dan komt er geen moment hierop dat je denkt, wat levert het me op eigenlijk? Nou, het levert mij op dat ik, het levert me heel veel op. Financieel daarentegen helemaal niets. Plus, behalve wel dat ik wel klussen in de radiosfeer heb, omdat ik in de radio dingen doe. Dus je krijgt dan wel eens een klusje uit de radiosfeer. Dus dat werkt wel. En doe je advies geven? Wat advieswerk voor niet nader te noemen partijen. Maar, maar het levert me op dat ik, dat ik heerlijke muziek hoor. Dat ik, hier keihard Anderson een Paak zit te draaien, omdat ik denk, tering, wat is dat goed, weet je wel. Of Michael Kiwanuka, of oude dingen. The Band. The Band, laatst weer bij het Arcadian dinges. Nou, ik denk, daar geniet ik dan. Dan kan ik van, er is een LP uit, of een album uit met liedjes van, dat is nu weer het nieuwe ding, hè? Liedjes van Johnny Cash, door gedichten van Johnny Cash op muziek gezet. Fucking briljant. Elton John allerlei nieuwe liedjes nieuw gedaan van Elton John. Er is er nog geen. Oh, Rundgren. Mijn god. Die op allerlei manieren werd het. En dan kan ik intens van zitten genieten. Echt intens. Dat is. Oh, hier zo. Dream Goes On Forever. Uit die. Niet starten, want dan vindt YouTube niet leuk. Oh, dat kan niet. Sorry. Dream goes on forever. Ja. Goed, dat mag niet, hè? Ja, dat is waar. Maar je kan dus, als je op iTunes Leo van de Groot intypt, dan vind je zo 10, 12 afleveringen van. Heeft het een naam, je programma bij 40 Up Radio? Groot op de radio, geloof ik. Ja. En bij dingen, ik ben dus heel slecht in titels. Ja. En het andere heet bij Bonanza. Ik moest Mark Heeman, die zei: jij moet even een titel voor je. Ik zeg: het komt wel groot. Hoe kom je in godsnaam op het idee? Dus ik gebruik die titels ook nooit. Dus dat het is voor de alleen, het is een manier om te kunnen zoeken. Er moet ergens iets staan en dan komt het wel goed. We gaan het checken. Okay. Dankjewel voor je tijd, Leo. En als mensen met je in contact willen komen, sta je ervoor open, zeg je laat me met rust. Jonge jocks die denken, ik wil toch eens een keer met hem sparren. Of wil je eens naar mijn demo luisteren? Ja, dat wil ik best. Want ik gun iedereen, de waanzinnige... Wat is het, 40 jaar, 45 jaar die ik inmiddels in de media achter me heb. Dat gun ik iedereen zo van harte, omdat het verrukkelijk is om het mee te mogen maken. Maar niet voor iedereen dus, weggelegd? Natuurlijk. Nee, het is niet voor iedereen weggelegd. Maar het is soms voor mensen weggelegd waarvan je denkt, jij? En dat was bijvoorbeeld ik. Ja. Ja. Jij? Leo, jij? Ik liep weg bij Radio Noordzee en mijn brommer was gejat.
Dus ik kom terug op het Amstelstation, waar vandaan, want ik had niet voldoende benzine om naar Hilversum te rijden met de brommer. En ik wilde het risico niet nemen. En ik zie mijn brommer voorbij komen, twee gozers erop, die ik er dus ook ter plaatse vanaf geschopt heb. En ik liep daar, ik lifte terug en ik dacht, ik heb een baan bij de radio, hoe kan dat nou? En ik weet, mijn ouders geloofden het ook niet. Die zeiden, ja tuurlijk joh, en daarbij, ik blijf dan maar op school, dat is beter. En the rest is history. Dus groot op de radio, @gmail.com. Oké, Leo, dankjewel. Jij bedankt.